In deze webles gaan we kijken naar een voorbeeldopgave over de eenparig versnelde beweging. En het is een opgave uit een oude Olympiade, een natuurkunde Olympiade. En dat houdt eigenlijk al meteen in dat het een lastige opgave is. Um, we gaan daar eens kijken wat de opgave precies inhoudt, maar het beschrijft een situatie. En die situatie is als volgt. Ik heb een voorwerp die een eenpaarig versnelde beweging maakt langs een helling. Ik heb als voorbeeldje een knikker getekend. En wat krijgen we gegeven dat op het moment dat de knikker punt P passeert, het daar een snelheid heeft van 3 meter per seconde. Het legt nu een bepaalde afstand langs de helling af en het passeert daarna punt Q en daar heeft het de snelheid van 4 meter per seconde. Nu legt het een even groot stuk af weer langs de helling en dan komt het bij punt R. En dan is de vraag hoe groot is nu de snelheid waarmee de knikker bij punt R beweegt? En op de Olympiade was het een meerkeuzevraag. Uh, A. Hij gaat 5 meter per seconde. B. Hij gaat langzamer dan 5 meter per seconde. Of C. Hij gaat sneller dan 5 meter per seconde. Nou, wat maakt nou deze opgave zo lastig om te beantwoorden? Dat is eigenlijk dat we niet alle gegevens hebben om gewoon formules te pakken en in te vullen. We moeten beredeneren. Aan de hand van een aantal denkstappen, uh, welk antwoord het juiste antwoord is. En in deze webles ga ik dat uh, doen, stapje voor stapje. Ik ga proberen elke mogelijke denkstap die ik uh, maak ook te beredeneren. We gaan eerst eens even kijken welke formules uh, gaan we hierbij gebruiken. Nou, we hebben natuurlijk te maken met een eenpaardig versnelde beweging. En de formule die erbij hoort is dat de versnelling gelijk is aan het snelheidsverschil gedeeld door de tijd waarin dat snelheidsverschil optreedt. En eenparig versnelde beweging wil zeggen dat de versnelling A een constante waarde heeft. Dan ga ik daar ook gebruik maken van de formule voor de gemiddelde snelheid. En die luidt als volgt. De gemiddelde snelheid is de afstand die een voorwerp afgelegd. Gedeeld door de tijd waarin die beweging is gemaakt. Ik ga weer even terug naar de situatie van de knikker langs de helling. Dat zag er ongeveer zo uit. Ik heb weer die drie punten P, Q en R. En ik ga eens even rustig kijken. Um, wat weet ik nu eigenlijk? Nou ik weet, dat is namelijk gegeven, dat de knikker een eenpaarig versnelde beweging maakt. En dat houdt in dat als ik de snelheid uitzet tegen de tijd, dan ziet het er altijd zoiets uit. Ik krijg een rechte lijn. Of die door de oorsprong gaat, weet ik niet. Ik weet niet of uh, het voorwerp begint met de snelheid 0, dat is niet gegeven. Ik weet wel dat die op een gegeven moment bij punt P een bepaalde snelheid heeft. Ik weet zeker dat wanneer hij bij punt q is aangekomen, dat de snelheid hoger is. En ik weet ook zeker dat als dat zo is, want het is een versnelde beweging, dat bij punt r de snelheid weer hoger zal zijn. Dat ga ik gebruiken. Want wat weet ik nu? Ik weet dat um, omdat dus de snelheid in p kleiner is dan de snelheid in q en ook weer kleiner dan de snelheid in r kan ik iets zeggen over de gemiddelde snelheid, de gemiddelde snelheid waarmee die knikker het stukje PQ heeft afgelegd, en de gemiddelde snelheid waarmee die knikker het stukje QR heeft afgelegd. Want het zal altijd moeten zijn dat de gemiddelde snelheid, ik noem de gemiddelde snelheid hier even vPQ, de gemiddelde snelheid tussen punt P en Q, eh, kleiner zal zijn dan de gemiddelde snelheid tussen punt Q en R, vQR. Nou, waarom weet ik dat zeker? Omdat eh, alle snelheden die het voorwerp krijgt nadat het punt Q heeft gepasseerd, ja, die liggen allemaal hoger dan alle snelheden die het heeft gehad voordat het bij het punt Q was. Dus als je dan die gemiddeldes gaat nemen, dan moet dat wel zo zijn. Ik kan het ook een beetje schematisch aangeven. De gemiddelde snelheid zal zich dan ergens hier bevinden in het uh, stukje pq. En voor het uh, stukje qr ligt het ergens daar. Het is hoger. Nou, wat kan ik nou met die informatie? En dan ga ik eventjes uh, de tweede formule erbij pakken. De formule voor de gemiddelde snelheid. Want die kan ik omschrijven naar deze vorm. En waarom doe ik dat? Nou, omdat er is gegeven in de opdracht dat die twee stukjes uh, afstand tussen PQ en tussen QR, die ik in de grafiek of in mijn tekening delta X heb genoemd, die zijn aan elkaar gelijk. En nu kan ik dus ook iets zeggen over. De tijd dat die dat knikkertje erover gedaan heeft om van p naar Q te gaan en om van Q naar R te gaan. Wat kan ik namelijk zeggen over de tijdsduur om van p naar Q te komen? Ja, die is dan gelijk aan die delta x, gedeeld door de gemiddelde snelheid van die knikker tussen p en q. Hetzelfde geldt voor het uh, tijdstuk of voor het, uh, de afstand QR. Dat doet hij ook een bepaalde tijd over, en die is gelijk aan delta x gedeeld door de gemiddelde snelheid tussen Q en R. Maar omdat ik weet dat de gemiddelde snelheid tussen Q en R um, dat die groter is dan de gemiddelde snelheid tussen P en Q, weet ik ook dat als ik deze, als ik deze formule invul, en omdat uh, die delta X en allebei de uh, vergelijkingen natuurlijk constant zijn, dan weet ik ook dat de tijdsduur dat die hij erover doet om van P naar Q te gaan, groter zal zijn dan de tijdsduur die die knikker nodig heeft om van Q naar R te gaan. En nu denk je misschien, ja, dat is vrij logisch. Want als je het voor je ziet, dan zie je die knikken bewegen. En dan zal het inderdaad eh, sneller van Q naar R bewegen dan van P naar Q. Maar we hebben het nu afgeleid. We hebben het nu keihard afgeleid uit de, de formules die we hebben en de situatie die gegeven is. We gaan nu dit gegeven gebruiken in de andere formule. De formule voor eenpage versnelde beweging. En ik heb die formule ook een klein beetje anders opgeschreven. Die ziet er nu zo uit. Het snelheidsverschil is gelijk aan de versnelling maal delta t, de tijdsduur die uh, de knikker erover doet. En ik kan nu ook voor allebei de uh, stukjes, voor het stukje PQ en voor het stukje QR, opschrijven hoe dat dan er in die specifieke situatie eruit ziet. Nou, ik heb even uitgeschreven die delta v. In het stukje PQ krijg ik dan dat vQ min vP gelijk is aan a maal de tijdsduur dat die knikker erover doet om van P naar Q te, ro te rollen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor het stukje QR. Ziet er dan zo uit. En uh, ik ga nu mijn gegeven gebruiken dat ik uh, iets weet over die twee tijdsduren. De, de tijdsduur dat hij erover doet om van P naar Q te komen. En de tijdsduur dat hij erover doet om van Q naar R te komen. Want van P naar Q duurt langer dan van Q naar R. Dat betekent, omdat in allebei de vergelijkingen A natuurlijk dezelfde waarde heeft, het is een eenparig versnelde beweging, dat vq min vp groter zal zijn dan vr min vq. En als je dat dan netjes opschrijft met het de delta teken, dan staat er het volgende. Delta vpq moet groter zijn dan delta vqr. In eigen woorden staat hier eigenlijk dat in het eerste stuk de snelheidstoename groter zal zijn dan in het tweede stuk. Nou, dit, dit gegeven gaan we ook gebruiken. Het gaan we eventjes heel netjes gebruiken uh, in de, de situatie die we net hadden. Um, eerst nog eventjes, uh, waar zit dan die delta vpq in onze grafiek? Die zit natuurlijk hier. En delta vqr zit daar. En nu gaan we eens terug naar de situatie uh, die we hadden met de rollende knikker. En um, we hebben gegeven gekregen de snelheid in punt p en de snelheid in punt q. Dus we weten nu ook... Uh, dit waren trouwens de antwoorden hè, waaruit we kunnen kiezen. We weten nu ook, we kunnen eigenlijk gewoon uitrekenen hoe groot het snelheidsverschil is in een stukje PQ. Die is namelijk 1 meter per seconde. En wat weet ik nu over het tweede stukje QR? Daar zal er ook een snelheidsverschil zijn, maar die zal kleiner zijn dan in het eerste stuk, dus kleiner zijn dan 1 meter per seconde. En als je dat combineert, dan kom je tot de conclusie dat de snelheid van de knikker bij punt R. Dus gelijk is aan de snelheid bij punt Q. Plus een toename, maar die toename is kleiner dan 1. Waardoor je krijgt dat de snelheid in punt R nooit 5 meter per seconde kan zijn of groter dan 5 meter per seconde. Dus het goede antwoord van deze Olympiadevraag was punt B.